En dit is de compositietekening van een van de daders. Ze overvallen een oude dame van 79 jaar in haar eigen huis terwijl ze nog in bed ligt. Het gebeurt allemaal hier in Breda, in de Fatimastraat, in een van deze appartementen. Je leven dat staat totaal op zijn kop. Je voelt je niet thuis in eigen huis. En ja, je bent gewoon een stuk ouder geworden, denk ik. Ik denk dat ik 10 jaar ouder ben als voor 1 oktober. Dinsdagochtend 1 oktober. Het was 9:30, eigenlijk vrij laat om in bed te liggen. De vrouw voelde zich die ochtend niet helemaal lekker. Ze heeft haar gehoorapparaat niet in, dus hoort ze niet wat er in huis gebeurt. Plotseling ging de slaapkamerdeur open. En kwam er een kerel aanstormen die mij onder mijn dekbed hield. Dat kon ze niet verstaan. En dan denk je, ja, ik word beroofd. Ze halen het hele huis overhoop en vertrekken uiteindelijk met geld en sieraden. De vrouw laten ze achter. Ze is geslagen, aan haar haren getrokken en ze hebben zelfs geprobeerd de ringen van haar vingers te trekken. Oh God. Ze zijn door meerdere mensen gezien en ze liepen alsof ze iets te vieren hadden en elkaar duwend hier over de parkeerplaats. En dan gaan ze verder de Fatimastraat in de richting van de Eggestraat. Dat is zo'n paar honderd meter verderop. Nou, op basis van wat de vrouw heeft gezien, zijn compositietekeningen gemaakt. 2 daarvan zijn niet compleet, maar ze geven wel opvallende details weer. Zoals links de hanekam die de vrouw zag bij een van de daders. Het droeg een rood-oranje vest met capuchon. In het midden de jongen die ze het beste heeft gezien. Hij was degene die haar vasthield in bed. Hij droeg een zwart trainingspak met gouden strepen, mogelijk van Adidas. Deze 2 zijn ongeveer 1,70 meter, 1,80 meter lang. Dan de derde. Hij leek een stuk ouder dan de andere 2, een jaar of 40. Wat grijzend kort haar en een bol hoofd. Het is je eigen huis niet meer, dat idee heb je. Er zijn mensen binnen geweest die er niet thuis horen. En dat is een heel raar idee. Het is ook je veilig gevoel is weg. We willen deze 3 overvallers zo snel mogelijk vinden, want ze gingen zo grof en respectloos tekeer dat we dat niet nog een keer willen laten gebeuren. Reageer dus als je weet wie dit zouden kunnen zijn of waar we ze kunnen vinden. En misschien heb je erover horen praten in je omgeving of loopt er iemand over op te scheppen. Of is je opgevallen dat iemand geld heeft of sieraden. Heb je een vermoeden? Deel het met ons. Surf ook naar onze website en bekijk de foto's van de sieraden die van de vrouw zijn gestolen. Misschien zit er iets tussen dat je herkent. Als je iets weet, blijf er niet mee zitten. Neem contact op. Dat kan via de tiplijn, maar ook zonder je naam te zeggen. Dan bel je M op 0800 7000. En volg deze zaak ook via Facebook.